Die zijn soms het geval als het was. Ik ga bijna beginnen, dus jullie moeten dan een beetje fluisteren of zo, hè? De deur dicht. Dank je. Ik wacht nog even 2 minuutjes tot er iets meer mensen zijn. Drukkelen al binnen. Dat je gewichtjes of 2 blikjes hebt en een stoel. Dus een stoel bij de hand. Oké, we gaan beginnen. Pak alvast je blikjes of je gewichtjes bij. Even mezelf fatsoeneren. Yes. Oké. Dus hebben we de gewichtjes in je handen. En dan beginnen we met om en om je hakjes voorbrengen. En ook je armen naar voren te brengen. En voor. En voor. En voor. Dan mag ik beginnen met een groot compliment dat je er bent. Ik vind het zelf ook echt een beetje lastig hoor. Om zo best wel vroeg in de avond toch je blikjes erbij te pakken. Je matje. Toch weer te gaan staan. Maar we weten, straks voel je je beter. Oké, dan gaan we de knieën om en om omhoog brengen en de armen gehoekt. Hoek, hoek, hoek. Om en om, die knieën omhoog. Blijven ademen. Heel goed. 8, 7, 6,
Oké, laat je arm even los en dan gaan we de benen wat wijder. Sluit je voeten hier aan. En dan gaan we hier je armen krullen. Sluit je voeten aan. Gaan we binnendoor je hakken aantikken. Maar vanuit die spreidstand probeer je armen weer terug te brengen op schouderhoogte. Als je wil, kun je bovenste armen verder omhoog brengen. Hop, hop. Doet die navel in. Heel goed, nog 8, 7, 9. Oké, blijf staan met je benen wijd. En dan gaan we hier omlaag. En dan strek je je op. En breng je been zijwaarts omhoog. Laag en strek. Elke keer dat je je armen boven je hoofd brengt, gaat je hartslag van omhoog. Dus omdat we toch moeilijk kunnen springen in huis, gebruik ik altijd deze techniek. Of dit trucje, armen omhoog brengen. Maar mocht je last hebben van je schouders, kun je ook altijd gewoon naar voren brengen. Zorg dat je in het midden diep door je knie zakt. Ga door. Muziek iets harder. Ik denk dat jullie dit niet horen. Laag en op. Laag en op. En op. 8. 7. En blijf dan hier in het midden. En dan gaan we kleine stukjes veren. En ook hier gaan we 3 om 1. Laag. 2. 3. Dan breng je armen omhoog. Dus ook hier doe ik de armen omhoog brengen. En omhoog. Nog 8. 2. 3. 7. 2. 3. 6. 2. 3. 5, 2, 3. Oké, heel goed. Dan weer even om en om de armen omhoog. Breng je elleboog richting je heupen. Dus we gaan goed met die heupen heen en weer. Leg je navel in. Nog 8, 7. Nog 4, 3, 2. Oké, heel goed. Gaan we naar de stoel. Pak de stoel erbij. Dan gaan we voor je triceps. Dus je komt zitten op het randje van je stoel. Als je last hebt van je polsen, kun je ook gewicht boven je hoofd. En dan doe je deze. Dus, daar gaan we. Handen naast je. Gaan we buigen en strekken. Buigen en strekken. 8, 7, 6, 5, 4,
En hou dan laag en daar kleine stukjes. Zorg dat je armen buigt, je tenen in de lucht. Dat je benen dit niet gaan overnemen. Achterkanten van je armen doen het werk. Laatste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oké, doe jezelf op. Kom hier weer terug. En duw dan even met je elleboog. Met je hand je elleboog naar beneden. Weer mijn knotje is eruit gekomen. Zo. Oké, dus je duwt je rechter elleboog naar beneden. Borst op. Wissel. Oké. Vingertoppen tegen elkaar. Gaan we eerst eventjes alleen maar de voeten optillen. Alleen maar de voeten optillen en weer terug. En focus hierbij op het recht houden van je rug. Dus je gaat niet naar achter met een ronde rug. Je houdt heel overdreven je borst op. Duw je zitbotten in de stoel. En trek je navel in. En heel veel koorspieren om je voeten op te tillen. Oké. 8. 7. 8. Oké, nu gaan we staan. Dan doe je eerst je armen omlaag. Dus hier je voeten hoog, armen laag. Voeten hoog, armen laag. En een keer kun je het zwaarder maken door je armen omhoog te brengen. Armen hoog en neer. En als je wil, doe je een sprong. Dus als je vervelende buren hebt, sla je de sprong over, kom je gewoon staan. Misschien ben je zelf wel de vervelende buur. Zetten alsof je afzet vanaf een trampoline. Blijf die voet hier optillen. Nog 8, 7, 6. Oké, heel goed. Zorg dat je stoel tegen een muur aan is of tegen iets. Gaan we hier terugstappen naar een plank. Waarbij je schouders direct boven je polsen zijn. Je wil niet hier, want dat is veel minder zwaar. Met je gewicht naar voren. Knie door het gat van de armen. Eerst doen we hem langzaam. En kruis links. Kruis. Dus ga naar je andere elleboog. Misschien dat je zelfs je elleboog kunt aantikken. Hou die schouders nu boven de polsen. Dus waarschijnlijk ging je een beetje naar achter al. Crunch die buikspieren. Nog 8, 7. Nu gaan we buiten langs, dus met je knieën wijd naar buiten, wijd naar buiten. Misschien dat je met je knie echt je bovenarm kunt aantikken. Dus op en terug, op, terug. Nog 8, 7. Oké. Strek je benen. Plaats je handen plat op de stoelleuning. En breng je gewicht naar achter. Je mag je knieën buigen. Zorg dat je rug zoveel mogelijk recht is. Laat je hoofd hangen.
En spreid je vingers. Oké. Kom je weer terug op de stoel. We doen nog één rondje. We beginnen met de triceps. Handen naast je. Als je het niet wil, heb je dus gewichten op en neer. Oké, kom los van de stoel. Voeten, tenen in de lucht. Die zie je volgens mij nog net meteen. Tenen omhoog. En nu gaan we in twee tellen. Dus we gaan halverwege stoppen. Laag, halverwege en strek. Half, laag, half, op. Half, laag, half, op. Drie keer omlaag. 1, 2, 3 en strek op omhoog. Laag, 2, 3. Als je met gewichtjes doet, doe je ook de tempo's mee. Hou je even vast. Dan gaan we 3 tellen omhoog. Laag op. 2, 3. 1 tel naar beneden. Op. 2, 3. En laag. Doen we nog 2 keer. Kom op. 1, 2, 3. En laag. De laatste keer. 2, 3. En laag. Oké. Kom weer zitten. Schud je armen los. En duw je elleboog naar beneden. Goed je borst op. Als je lengte maakt, wortel je altijd vanuit een plek, nu vanuit je zitbotten. Duw je zitbotten in de stoel. Big white boy, wissel. Lay down and boogie and play that funky music till you die. Till you die. Goed zo. Oké. Voorlangs nog even naar je toe trekken. En wissel. Breng je vingertoppen tegen elkaar. Je zet af vanaf je stoel. Deze keer gaan we 3 tellen even boven houden met je voeten. 1, 2, 3 en zet terug. 1, 2, 3 en zet terug. 1, 2, 3, zet terug. Goed je borst ophouden, je navel in. Zet terug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké, gaan we in 1 tel met een sprong. En spring op. Laag. En op. Dus als je niet wil springen, sta je. Dus dat kan ook. Goed de hakken neerzetten. Dus vergeet niet die voeten hier op te tillen. Die borstel. Met die navel in. Nog 8, 7. Oké, heel goed. Gaan we omdraaien. Weer naar de stoel toe. Zorg dat de stoel leunt tegen een muur of een kastje. Hier. Steun met je handen op de stoel. Je voeten naar achter. En zorg dat je dus niet naar boven wijzen. Maar dat je zo als een plankje bent. Met je schouders naar je hielen in de rechte lijn. Misschien dat je nog iets naar voren moet lopen. Gaan we boven de polsen te houden. Gaan we weer kruislinks naar de andere elleboog. Hoe hoger je je knie op kan brengen, hoe meer buikspier je moet gebruiken. Je komt altijd in het midden weer terug naar perfecte plank. Span misschien ook even je billen aan. Dat kan alleen maar als je recht bent. Zo'n testje.
iets sneller die kruislinks. Op, op, op. Hou je schouders boven je polsen. Acht. Zeven. Duw je op vanuit de stoel. Oké, dan gaan we zijwaarts. Brengen we naar de buitenkant. Op. Nog acht. Zeven. Zes. Vijf. Oké, goed zo. Even stretchen. Handen plat op de stoelleuning. Laat je hoofd hangen. Je mag je knieën buigen. Maar diep ademen. Oké. We gaan naar balans. Op je mat. Als je snel last hebt van je knieën, door druk op de mat, zorg dan dat je eventjes een dekentje of een kussentje onder je knie plaatst. Of je vouwt je matje dubbel. Dat kun je ook vaker doen, zodat je op deze manier een kussentje maakt van je mat. Ik vind het zelf altijd wel lekker. Oké. Ga naar de Superman. Je duwt je goed op vanuit je handen. Je rechterbeen breng je naar achter. En linkerarm naar voren. Als dit pijn doet aan je pols, plaats je je rechter elleboog. Dat kan ook. Maak je lang. Strek je uit. Adem. Ga hier je elleboog richting je knie brengen. Als je uitademt, maak je rond. Als je inademt, maak je lang. Dan gaan we twee keer hier crunchen. Strek je twee tellen uit. Crunch. Twee. Strek je twee tellen uit. Crunch. Twee. Strek. Twee. Crunch. Twee. Strek. Twee. Crunch. Twee. Strek. Twee. Blijf je opduwen vanuit je rechterhand. Crunch. Twee. Strek. Twee. Laatste keer. En plaats je handen. Breng even je billen naar je hielen. Loop je handen naar voren. En spreid je handen een beetje. Dus handen wat wijder. Handpalmen op de grond. Ik heb mijn handen net wijder dan mijn mat. Tussendoor. Plaats je even je elleboog en stap je terug naar een lage plank. Schouders boven je ellebogen. Als het te veel wordt voor je armen, kun je altijd even je knieën plaatsen. Maar stap eerst naar een volledige plank en plaats dan pas je knieën. Want dan is de afstand goed, zodat je je heupen laag houdt, echt in een plankje. Dan gaan we om en om je knieën buigen. Om en om tik je met één knie net op de grond. Zachtjes natuurlijk. Adem. Acht. Zeven. Zes. Vijf. 4, 3, 2, oké, goed zo.
Breng weer je knieën op de mat. Strek je armen op. We gaan naar de andere kant voor de balans, de Superman. Je brengt je linkerbeen nu naar achter. En je rechterarm naar voren. Maak je lang, navel in. Zorg dat je opduwt vanuit je linkerhand. Hou even vast hier. Als dit genoeg is, mag je ook altijd gewoon hier blijven. Of je hand zelfs zit net aan de grond, dat kan ook. Zo train je je balans. En wanneer je uitademt, maak je dan rond. Inademend, lang. Dus voel dat je die buikspieren aanspant om jezelf hier helemaal klein te maken. En dan doen we hem dubbel. Dus je doet twee keer een crunch. Strek uit. En twee. Rond twee. Strek. Twee. Kan dus ook op je linker elleboog als je last hebt van je pols. Nog twee keer. De laatste. Oké, heel goed. Kom weer even met je billen naar je hielen. Handen wijder dan je mat. Spreid je vingers. Als je dat doet, voel je veel meer de rek in je oksels. Diepe zucht. Zucht is ontzettend goed om spanning, opgebouwde spanning, los te laten. Dus als je voelt, als je het voelt dat je het wil doen, laat het los. Ga erin mee. Oké. We gaan op je rug liggen. Gaan we even voor je bilspieren. Plaats je voeten op de grond. En dan gaan we je billen optillen en weer naar beneden. Duw je voeten de grond in. Op en neer. Zorg dat je geen holle rug maakt. Dus je navel is in en je rug is vlak. Dan in twee tellen en op, twee, neer, twee, op, twee, neer, twee, op, op. Nu drie omheen en 1, 2, 3, laag, 1, 2, 3, laag. En hou boven vast. En dan gaan we je kleine stukjes knijpen. Knijp, knijp, knijp. En hou dan stil. Blijf knijpen in je billen. Duw de grond weg. Dus misschien dat je je billen daarmee iets hoger brengt. Maar nooit een holle rug. Blijf knijpen. En dan gaan we net iets dieper de billen in. Dus bovenop deze kneep. Nog iets dieper. Kleine stukjes. Knijp, knijp, knijp. Oké, dan gaan we je knieën tegen elkaar aanduwen en hou er even vast. Duw, blijf duwen. Hou drie tellen vast. 1, 2, 3 en open weer. Knijp, 2, 3 en open weer. Knijp, 2, 3,
en open. Knijp. Als je niet je knieën tegen elkaar aan kunt brengen, moet je je voeten dichter bij elkaar zetten, zodat het wel lukt. Want dat is dus belangrijk, je knieën duwen tegen elkaar. Oké, dan gaan we kleine stukjes knijp, knijp, knijp. Dus je kunt je benen tegen elkaar aanknijpen en dan meteen weer loslaten. 8, 7, jeetje, dat brandt. 4, 3, 2. Oké, als laatste doe je voet helemaal tegen elkaar aan. En knijp dan ook weer je knieën tegen elkaar aan. En gaan ze weer op en neer. Op en neer. Probeer die knieën tegen elkaar aan te houden. Hou dan tot slot boven. Daar, kleine stukjes voor de allerlaatste. 8. Hou die knieën tegen elkaar. Er zit een stuk papier tussen, €100. Wil je niet laten vallen. 8. 7. 6. Dus knijp die €100 tussen je knieën. 4. 3. 2. Oké, laat je billen. Oh, rustig. Breng je knieën naar je toe. Klop maar even met je vuisten. Klop je weer een beetje los. Ze verdienen een applausje. Oké. Kom maar de buikspieren. Het zit er alweer bijna op, jongens. Je handen. Nee, laten we gewoon zo beginnen. Sorry. Voeten op de grond. Handen achter je hoofd. En we beginnen met kantelen van je bekken. Duwen en los. Duwen. Duwen. En je handen dus achter je hoofd en kom dan mee omhoog. Dus op, op. Blijf goed je onderrug nat duwen. Je kin los is van je borst. En dan je rechterhand naar je knie, naar je rechterknie. Je moet gewoon recht omhoog, kleine, kortere stukjes. Op, op, op. Iedere keer duw je je rug in de mat. Duw, duw, duw. Zelfde rechterhand gaan we indraaien, kruislinks naar je linkerknie en op de linker schouderkop. 8. Rijk voorbij je knie. En in de lucht, rijk omhoog, hoog. Acht, zeven, zes. Oké, doen we een rondje. Rechts, links, omhoog en dan achter. Rechts, links, omhoog en achter. Rechts, links, op en achter. Oké, breng even je voeten naar je toe. Handen onder je billen. En dan gaan we groot fietsen. Grote rondjes, juist een beetje langzaam. 8. 7, daar komt die navel in. 6. 5. 4. 3. Gaan we achterwaarts fietsen. Dus probeer je been uit te strekken langs de grond. 8. 7. 6. 5. 4.
Oké, hou je been hier naast elkaar. Til op en laat één been vallen. Til op en je andere been. Op. Het hoeft helemaal niet heel laag. Probeer tussendoor je billen op te tillen. Op en laag. Op en laag. 8, 7. Oké, plaats voor je voeten. Gaan we naar de andere kant. Op. Op je linkerhand naar je linkerknie. Op. Op. Maar korte stukjes. Acht. 7. Dan kruislinks naar je rechterknie. Draait in naar de buitenkant van je knie. Acht. 7. En omhoog. Draait naar het plafond, maar til beide schouders gelijkmatig op. 8, 7. Dan maken we een rondje, 4 tegen. Linkerknie, rechterknie, omhoog en achter. En links, rechts, op en achter. 8, 7. 6, probeer omhoog, echt even de schouders hop, omhoog te brengen. 2 rondjes. De laatste. Blijf je hoofd rustig. Handen weer onder je billen. Ga weer groot fietsen. Dan komt je navel in. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dan gaan we achterwaarts fietsen. Langs de grond. Snoei navel in, nog 4, 3, 2. En als laatste gaan we nog even hier met gebogen knieën, til je billen op en dan tik je op de grond. 8, 7, 6, 5. Laatste 4, 3, 2. Oké, en de laatste. Kom nog heel snel in een lage plank. Hou nog even 30 seconden. Ellebogen op de grond, stap terug. Je mag altijd toch nog je knieën plaatsen als je dit te zwaar vindt. En als je iets meer wil, ga je met de heupen op en neer. Voel die buikspieren die we net getraind hebben hier samen trekken. Geniet daar ook een beetje van. Het is eigenlijk een heel lekker gevoel, die pijn. 8, 7, 6. Voel je dat je leeft. 4, 3, 2. Yes. Toppie. Goed zo. Ga stretchen. Kom op je rug liggen. En weer zuchten. Kom liggen op je rug en breng je rechterknie naar je toe. En strek dan je been op omhoog en draai rondjes met je enkel naar buiten.
En naar binnen. Pak je been iets hoger en strek en flex je voet. Plaats dan op je linkerknie en trek links naar je toe. Draai door op je linkerzij en pak je enkel. Breng dan je knie op en je arm naar rechts. Kom weer terug op je rug, breng je linkerknie naar je toe. En strek dan je been op en draai rondjes met je enkel naar buiten. En naar binnen. En pak dan je been iets hoger en strek en flex je voet. En plaats dan je voet op je rechterknie en trek rechts naar je toe. Draai door op je rechterzij en pak je enkel. Breng je knie op en je arm naar links. Kom dan rustig zitten. Een kleermaker zit. Plaats je hand zachtjes op je hoofd. Je andere hand net aan de grond. Adem diep in. En uit. Je schouder zakken. Je onderste schouder. En de andere kant. Hand op je hoofd. Adem diep in. Als je uitademt, laat je schouder zakken. Draai halve rondjes met je kin over je borst. En breng je handen in elkaar, maak een ronde rug, kin op je borst. Strek je armen op en reik onder hem op. Plaats je voeten. Rol jezelf omhoog. En adem dan diep in. En diep uit. In. En uit.
En de laatste keer adem alles uit. En diep in. Dan strek je nog even uit. Heel goed gedaan. En tot de volgende week maar weer. En dankjewel dat je er was. Ik zet hem even kort uit om vervolgens weer aan te zetten voor de yogales. Dat er twee gescheiden lessen zijn die mensen gescheiden kunnen opzoeken. Dag!